en Puk van CookTV. Van Fresh Chicks nog steeds. Ja, en wij gaan vandaag niet één iemand, maar 22 mensen verrassen. Ja, en niet zomaar leuke mensen. Nee, het zijn allemaal hockey lovers. En waar wil je dan natuurlijk liever heen dan naar het festival Hockey Lovers? Nou, nu gaan wij deze mooie dames gaan wij verrassen. We gaan een parcours afleggen. En degene die wint mag mee naar Hockey Lovers. Helaas mag niet iedereen mee, maar de helft. Ja, dus er worden twee teams, ze strijden tegen elkaar. En de winnaars die gaan lekker weekendje weg. Ja, dus het is hard, maar zo is het gewoon. Ja, zo zijn wij. Zullen we gaan hockeyen? Hard, maar net vaardig. Au! Au. Gasten, schat. We rennen alle. Nou, het is nog best rustig zoals je ziet, maar die meiden die komen zo. Dus wij gaan even alles opbouwen, alles regelen. Hoi, Anna, kom, werken! Ja, dan gaan we zo lekker beginnen. Doei. Hoe gaan we het doen? Laten we één baan met die waterflessen om de slalom te doen? Ja, dan doen we in dat andere werkje daar, doen we tent opzetten. Geen probleem voor deze goedkope frisse chicks. Kun jij dit eigenlijk, Tilly, joh? Anna, doe normaal. Ik laat het vallen hoor. Oké, wat gaan we doen, Puk? Nou, ik dacht, laten we twee spellen doen. Ja. Spel 1 doen we daar op het veldje daarachter. Ja. Daar hebben we deze prachtige onmogelijke tent voor. En dan gaan de twee teams gaan zo snel mogelijk een tent opzetten. Wie het snelste tent opzet, ja, je hebt het gewonnen. Heel goed. Oké, ja, dat wist ik toevallig wel. Top. Oké, en dan het tweede spel wordt slalommen, toch? Ja. Twee banen naast elkaar. Ja. En dan de tweede teams gaan zo snel mogelijk het parcours afleggen. De slalom en de winnaar. Ja, die wint. Ja, zullen wij het dan maar even gaan uitleggen? Ja. Flesjes uitleggen. Flesjes uitleggen. Kan niet, hè? Flesjes opzetten. Zullen wij even die flesjes op gaan zetten dan? Zullen wij even die flesjes neer gaan neerzetten? Zullen wij even die flesjes gaan zetten? Ja, oké, kom. Wordt al helemaal strijdlustig. Ja, ik ook. Hier beginnen we. Ja, maar dit zijn echte professionals, hè, waar we het over hebben. Ja, ik zou echt verder doen. Jij gaat meer we voor de snelheid. We kunnen een beetje rennen, weet je wel. Anne is een echte snelheidsduivel. Ja. Oké, dan gaan we voor de snelheid, wat jij wil. Kijk, we moeten het natuurlijk ook niet te moeilijk maken voor de meiden, hè. Ja, dit is echt alles behalve recht. Puk, zullen we zo het veld oproepen? Ja, doe je ding. Let's go. Hockeyveld. Dat kan sneller. Helemaal ingestudeerd, hè, dit? Ja. Je ziet het al. Je ziet het al, ze lopen ons gewoon helemaal voorbij. Ja. Weten jullie wat er op het spel staat vandaag? Nee. Geen idee. Helemaal geen idee. Oh, dit wordt leuk. Nou, dan zal ik het eens even uit gaan leggen. We gaan jullie dadelijk in twee teams verdelen. Jullie gaan in twee teams de strijd tegen elkaar aan. Het team dat wint, die mag het hele weekend naar Hockey Lovers. Ja, maar wij hebben gehoord dat jullie namelijk te laat waren met de aanmelding. Dus ja, wij dachten, we kunnen nog wel wat fixen voor de helft van het team. Ja. En zijn jullie een beetje strijdlustig? Ja. Ja? En wie wil er het allerliefst naar Hockey Lovers? Nou, ik heb gehoord dat er hele knappe hockeymannen lopen. Dus ja, ik ga ook mee. En Anne ook, hoor. Ja, ik ga ook mee. Ja, nou, kijk, hier zitten al een paar heel leuke giechelen. Nou, ik zeg, laten we gewoon beginnen. We gaan beginnen met opdracht 1. Dan gaan we nu met z'n allen heel snel team Puk en team Anne gaan naar het veld toe rennen. 3, 2, 1, go! Nee, team 1 mag bij Puk gaan staan en team 2 mag lekker bij mij komen. Oké, kom erbij, kom erbij. Zo, we gaan winnen hoor. Dit meisje die bakt er helemaal niks van. Hoekietijgers? Hoekietijgertjes. Hoekietijgertjes. En jel, jel, jel! Hoekietijgers zijn het snel! Ik ga jullie doorheen praten. Hebben jullie al een leuke naam? Want we moeten natuurlijk wel een beetje een catchy naam hebben. Ja. Hoekie Babes? Ja, niks meer aan doen. Ik zeg Hoekie Babes. Ja, leuk. Jel, jel, jel! Hoekie Babes winnen wel! Hey! Bij. Lekker bezig, Puk. Ja, ja, ja. Lekker hockey bezig. Opdracht nummer 2. Oké, jongens. Dit is ronde 2. We gaan slalommen. Dit kunnen jullie allemaal hartstikke goed. Wat we doen. Je slalomt heen en terug. Dan tik je, als je terug bent, tik je de
over de streep heeft, die gaat een heel weekend hockey lopen! Oké, als je een flesje om laat vallen, dan moet je wel weer even recht zetten voordat je verder gaat. We gaan aftellen. In 3, 2, 1, go! Ja, kom op, hockey dan! Dit was de laatste ronde. Oké, dames, ik heb een idee, want ik vind het een beetje flauw dit allemaal. Ik vind het een beetje zielig. Laten we nog één ronde erbij doen. Eentje. En dat wordt touwtrekken. Ja, wacht. Mag ik dit heel even? Hey, maar zullen we het anders zo doen? Dat we nu de derde ronde hebben, touwtrekken. En dat degene die die wint, die mag naar het festival. Ik zie een touw! Oh my god, Anne, wat laten we doen! Wie eerst mijn touw is? Wie eerst mijn touw is, mag ik nou ook hier nog weer toe. Ja, we zijn aangekomen bij het laatste onderdeel, namelijk lekker oud-Hollands touwtrekken. Touwtrekken. We hebben de lintjes al eromheen geknoopt. Het lintje wat het eerst over de streep gaat, heeft gewonnen. Ja, de teams staan er klaar voor. Hockeybabes staan aan mijn kant uiteraard. En de hockeytijgers aan de kant van Ans. Jullie wel, zou ik je maar flink uitleven, want dit is de beslissende ronde. Ja. Laten we beginnen in 3, 2, 1, ja! Woe! Nou, het is overduidelijk wie er heeft gewonnen, namelijk Team Tijgertje. Nou, mijn meiden die hebben alle spellen gewonnen en nu mag alleen jouw team naar de hockey. Oké, laten we een compromis maken. Het zijn alle! Voor jou er. Ja. Tot de volgende keer! Doei! Feesten! Feesten jullie! Zeg even hoor je dit op YouTube! Hoi, Blom. Ik ben nog even mijn haar aan het invlechten. En dan zijn we klaar om naar Dave Roofing te gaan. Ja.